Weet je, in september 2008, tijdens de algemene beschouwingen van de begroting, plaatste ik de opmerking dat ik van mening was dat er een straat of een plein van Jan moest worden vernoemd. Ik had daar bij het leven van Jan wel eens met hem over gesproken. Hij wilde dat graag. De meer omdat zijn vader ook Jan heette. Ah, ja. En die namens de ChristenUnie in de Beverwijkse Raad had gezeten. En dat zoon Jan van der Schoorstraat dus ook een beetje een hommage aan zijn vader zou zijn. Daarom, dames en heren, zijn wij nu hier. Om eindelijk in het tiende jaar na zijn plotseling overlijden het straatnaambord te onthullen. Hé Jan, er is een straat naar je vernoemd. Nee, niet in Bombay, Jakarta, Sydney of Lahore. Ook niet in Zaandam, waar je bent geboren. Maar in Good Old Beverwijk, niet ver van waar je gebeente ligt. Daar is het monument voor je opgericht. Waar je al eerder tot ereburger bent benoemd. Ja Jan, je bent nog steeds beroemd. Een straat is het geworden met, ik dacht 12, maar het is 10 huizen. Niet een plein met uitzicht op de Wijkentoren. Of een laan, net als de Zweedse laan zonder bomen. En ook geen weg, gelukkig geen weg, want Jan wilde altijd weg. Hij heeft heel veel gereisd, maar nergens zo lang gewoond als in Beverwijk. Als hij in Nederland woonde, dan woonde hij niet in Amsterdam, Haarlem, Maastricht, maar in Beverwijk. Wat betekent dit voor u? Nou, het is heel bijzonder. Er worden niet veel mensen vernoemd tegenwoordig. Zeker niet als je gewoon een kunstenaar bent geweest in een niet landelijk bekend, maar vooral in de Beverwijk zelf. Maar het is fantastisch dat het er is. Het is ik weet zeker dat hij het ontzettend leuk had gevonden als hij erbij was geweest. Hoe denk je hoe hij gereageerd zou hebben als hij hier zou zijn? Het is bijzonder, want er werd al gesuggereerd dat hij zelf er wel eens geopperd zou hebben dat er een straat, weet je wel, naar hem en mijn vader, omdat ze allebei precies dezelfde naam hadden. En mijn vader natuurlijk ook veel voor Beverwijk betekend heeft, qua politiek en in allerlei commissies. Maar goed, ik weet niet of dat nou heel serieus was geweest, of dat het meer geks. Ik denk niet dat hij ooit had gedacht dat het echt zou gebeuren.